De stichting SU-Aid heeft gisteren haar inzamelingsactie voor de Nierstichting Suriname afgesloten. Het is voor het eerst dat het streefbedrag dat dit jaar was gesteld op 2,5 miljoen SRD al bij de officiële afsluiting van de campagne is binnengehaald. SU-Aid-voorzitter Giovanni Seggen zegt dat zij in de eerste instantie geen doel hadden aangegeven, maar uiteindelijk besloten dit toch te doen bij de launch op 10 december. Toen was er al een half miljoen SRD opgehaald voor het dialysecentrum van de Nierstichting. De SU-Aid-campagne is dit jaar meer dan succesvol geweest. We hebben meer dan ooit betrokkenheid gehad van bedrijven, van individuen, van sms'jes. We willen alle Surinamers hartelijk dank zeggen, alle bedrijven die ons hebben ondersteund dit jaar. Toch is er één groep, ik noem meestal geen namen of wat dan ook, maar de mensen die de Traveling Box actie hebben uitgevoerd, die hebben een zeer bijzondere bijdrage geleverd. Niet alleen qua bedrag dat uiteindelijk door alle 14 mensen die hebben meegedaan met de Traveling Box is opgehaald, maar vooral de betrokkenheid die ze hebben gecreëerd in de gemeenschap en de bekendheid die ze aan SU-Aid, maar ook de Nierstichting hebben gegeven. Dus namens het team van SU-Aid, dank aan Suriname. Leon Brunings, voorzitter van de Nierstichting Suriname, stelt het op prijs dat Suriname in deze moeilijke tijd toch ervoor heeft gekozen om aan zijn of haar naasten te denken. Het centrum zal met de gesten naast renovatie ook een uitbreiding ondergaan. Maar wat ook bekend, wat ook goed is, is dat we inderdaad veel bekendheid hebben gegeven aan het Nationaal Nierdialyse Centrum, de Nierstichting. En ook de nieren, Dinky de Nieri, gaat voor de komende tijd onze slogan worden. Suriname heeft zich van zijn beste kant laten zien. Giovanni was in het begin een beetje huiverig van in deze moeilijke economische tijd. Gaat Suriname, gaat de gemeenschap antwoorden? En u zult dadelijk zien hoe de gemeenschap heeft geantwoord. Ik bedank de Surinamers. Jullie hebben weer getoond een geweldig volk te zijn dat bereid is om mensen te helpen. En dat maakt dit land zo mooi. Dus dankjewel. De SU-Aid-voorzitter onderstreept dat het bedrag hoger kan uitvallen omdat de aantal toegezegde donaties nog niet binnen zijn. De stichting SU-Aid hoopt in de maand februari 2022 het geld te overhandigen aan de Nierstichting zodat ze kunnen beginnen met de werkzaamheden.